Hoi jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar de 8e video. In deze video ga ik een schootboek voorlezen en dat schootboek heeft te maken met gezondheid. Jullie kunnen doen alsof je in de grote kring zit. Ik weet niet of jullie nu met veel kijken. Of je doet gewoon alsof je in de kleine kring zit. En als je alleen naar deze video kijkt, dan is het gewoon een klein kringetje toch? Dus dan doen we alsof het een kleine kring is. Doe ook maar alsof er jongens en meisjes om je heen zitten. En je mooi in de zithouding zit en in de luisterhouding en naar dit verhaal luistert. Je gaat mij verder niet zien, want het is een schootboek. Dus ik zet straks het schootboek op mijn schoot en dan blader ik van bladzij naar bladzijde. Het gaat dus over gezondheid. Ik ga even naar de video toe. Kunnen jullie het goed zien? Gezondheid. Dit zijn Job en Atje. Ze lijken heel, heel, heel erg op elkaar. En dat komt omdat ze een tweeling zijn. Ze hebben precies evenveel krullen. Hun ogen zijn bruin. Hun neus wijst naar beneden. Hun linker voortand staat een beetje scheef. Hun nek, hun schouders, hun buik, alles is hetzelfde. Zelfs hun kleine teentjes. Job en Atje lijken heel erg op elkaar. Ze zijn een tweeling. Onthoud even goed op wie jij lijkt. En heb dat daar straks over. Met je papa of je mama of je broertje of je zusje. Vertel maar, op wie lijk jij? Dit zijn Job en Atje. Ze zijn nu groot en ze lijken niet meer zo heel, heel, heel erg op elkaar. Kijk maar goed. Er zijn heel veel dingen anders. Zien jullie nu wat er anders is? Wat is er anders? Kijk maar goed. Wat? Luister, zegt Job op een dag. Het kan zo niet langer. Je leeft veel te ongezond. Straks word je nog ziek. En dan moet je naar de dokter. Of nog erger, naar het ziekenhuis. Vanaf nu ga je gezond eten en niet meer snoepen. Dus geen chips meer en zeker geen patat. En je gaat op tijd naar bed, zodat je vroeg kunt opstaan. En voortaan elke ochtend sporten. Alt gaapt. Oh, maar Job, ik ben aan het voetballen op de computer. Dat is toch ook sporten? En nu heb ik een vraag. Alt doet de hele dag door ongezonde dingen. Wat zou Job de hele dag doen? Wat is gezond? Hup, hup, actie, roept Job. Alt kijkt niet heel erg blij. En Job doet dit elke dag weer. Wat denk je? Doet Alt dit morgen allemaal weer? En wat zien jullie allemaal op het plaatje? En, vraagt Job, hoe voel je je? Heel gezond, hijgt Alt. Maar kunnen we nu weer lekker naar huis? Job houdt heel erg van sporten. Vertel eens over de sport die jij leuk vindt. En je mag er ook na dit boek over praten. Want juf Eline gaat verder. Zo, nu nog even achteruit huppelen. Dat is goed voor je kuitspieren, zegt Job. Doe me maar na. Ho, ho, stop, schreeuwt Alt. Kom op, zegt Job, doe me na. Nee, nee, achter je, roept Alt. Te laat. En Job kukelt achterover van de berg af. Hij valt en valt en valt. Oh, zien jullie dat? Oh,
zal Job nu nog steeds zo gezond zijn? Dat vragen we ons af. Ad kijkt om zich heen. Brrr, hij heeft een hekel aan ziekenhuizen. Weet u misschien waar mijn broer ligt? Vraagt Ad aan de mevrouw achter de balie. Hij heet Job. De mevrouw zoekt het op. 9e etage. Kamer 6, zegt ze. Daar zijn de liften. Maar u kunt ook met de trap. En ze kijkt lachend naar Ad. Bewegen is gezond hoor. Ja, ja, denkt Ad. Dat heb ik gemerkt. Ha, Ad, roept Job blij. Hij kan niet zwaaien, want zijn armen zitten in het gips. Ik heb iets voor je, zegt Ad. Het is geen patatmand, geen chipsmand en ook geen snoepmand. Het is een fruitmand. Dank je wel. Dus nu weet je hoe je gezond moet leven? Vraagt Job. Ad knikt. Elke dag fruit eten, weinig snoepen, veel bewegen, tanden poetsen, op tijd naar bed, zegt Job. Ad knikt weer. Maar je vergeet één ding. En dat is, vraagt Job, nooit achteruit huppelen, antwoordt Ad. Job heeft het ongeluk gekregen omdat hij niet voorzichtig is geweest. Heb jij ook wel eens een ongeluk gehad? Daar kan je nu weer over praten, want tegen mij kan je het niet zeggen. Want kijk, het boek is uit. Dit was een schootboek, het schootboek van het thema gezondheid. En de volgende keer weer een ander boek. Dag allemaal jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Doeg!